So I can introduce to you Professor Marina Dankaerts from Leuven, pedopsychiatrist, and she is taking the lead as expert, and the other expert is Professor Côté. And we have prepared two questions, questions that were found very important by the youngsters, and the first one is about the implementation of the biopsychosocial model in our healthcare system, because all the endeavors and the money is mostly going to the somatic care, and there is no integration with biopsychosocial. And all the money is also going to somatic, only 6% of the budget is going to psychological care. That was the reason that in the end I have said to the minister, yeah, but you have to change the money also because there is not enough. So I give immediate, yeah, you know already, I think, Professor Georges Casimir, he is the president of the French-speaking part of the Royal Academy. And I am Joke Denekens. I am pensioners already, but I work still a lot. And I was 10 years vice rector of the University of Antwerp. So, Marina, perhaps I can say that we are going to work around the first problem in 15 minutes. And there is a short theoretical framework introduction by Marina. And then the floor is yours. And we are going to share our experiences and where we see solutions for the problems. Mm-hmm. Because in the plenary session, the conclusion session, we have to present three slides. And one of them should be the proposals for solutions, and especially in an intersectoral way, solutions intersectoral, and who will be responsible as for the ministers. So, Marina, the floor is yours. Thank you, Joke. Slides are there. Okay, my first slide was for all of you. This is supposed to be a workshop, so I already talked to some people during the break, asking them to really work. All of you have been specifically invited by the Royal Academy, so we hope that all of you will speak from their own perspectives. To the problems that we are going to present to you. And the problems are not the ones that we chose, they had been chosen by the young people and together with the academy, so we took the problems from the list that Professor Saba this morning presented. This is our first aim that we need to think about, and so what we need to try and do is to translate this idea of the fact that the biopsychosocial framework, even though it's already very old as a framework, that we can't really say that in Belgium we are really living up to it. And the whole idea from the Royal Academy was, how can we make it more obvious during every basic training of every caregiver that a biopsychosocial perspective is what they need to react upon. First of all, maybe I would like you to say something about, do you recognize that problem and how do you recognize that problem from your perspective? So either a clinician perspective or from a governmental perspective or from the youngsters that are here. How do you recognize that problem? How do you recognize it in psychological or psychiatric care? Mark? Okay. Are we going to use microphones? Yeah. No, I will come around with mics. I can start already. I think talking to psychologists, I see that it is sometimes very difficult to add this biological aspect by introducing. Thank you. I think talking with psychologists, many times it's difficult to
invite them to look at the problem at stake and take a biological viewpoint and say, look, this is a depression, it's a severe depression. I imagine somebody from 16, 17 years old, an antidepressant could be at value, could be very useful to increase clinical things. The other way around is transdisciplinary. In many teams, you see a split in a team in the regard to using drugs. Part of the team is much pro. They expect too much of a drug that is administered. Medication given to youngsters. And others are completely against this. Yes. Mm-hmm. Okay, someone else who wants to first define the problem a bit. Where do you recognize it? Where do you recognize it in psychiatric care? I think I also see it in the, Mark gave the example of a psychologist that is not seeing the biological part on the other way, or the other way around. You sometimes see that a child is been treated for somatic problems and a pediatrician or somatic medicine is looking into it, and there is a point they don't have an explanation anymore, so they tend to tell us it stops here and you have to take over. So it is referred with a breuklijn and it's a sort of either or. It's yes, either it's not working somatic together like okay. If you like, you can speak in your own language as well, in Dutch and in French. It doesn't really matter. Someone else who sees the problem somewhere, maybe? The problem is very important for care providers and for physicians, but it's also very important for the general population because it's not sufficiently known in the general population. And I think that the media, TV, and others kind of media could improve the knowledge of the general population about the importance of the care in of the very young child, as very well demonstrated in the presentation of Professor Côté this morning. In that sense, we still have a lot of common language that is like still supporting the split in somatic medicine on the one hand and psychological help on the other hand. And he has something between his ears, or we talk a lot in language that is supporting that point of view. That's true. Yes. So from as an outsider, I want to say that the problems that we've been discussing today are not unique to Belgium. In fact, I think on some respect you might be in a much better shape than many other places. I'm talking OECD countries that I know of. I've seen lots of motivation from politicians today. I'm quite impressed. with regard to the challenge of integrating the biopsychosocial aspects, my experience with it is that sometimes in pediatric care, pediatricians see children that look like they have developmental delays, like because they score in a clinical range in terms of delays, and really by prescribing, entre guillemets, a preschool education or a creche or a psychosocial service where the child is stimulated, it can bring up the child's development so that really what was wrong was a lack of stimulation. Mm-hmm. And not a neurodevelopmental problem. So this is an example where intersectoral action is absolutely critical. I do not think that, I'm a psychologist and I respect the profession very much. I think there's a huge
margin of improvement we can do for people's mental health, but I do not think that we will ever have enough mental health specialists to help everybody who needs it. So population-based intervention, community-wide intervention, health promotion interventions with participatory actions are, I think, a key step in fostering mental health for all, and then another level for those who need it more. I would like to keep that on hold a little bit, because that's our second topic, where we're going to look into primary prevention. Yes, please. I'd like to add something that's going in that direction. There is not only a split between the biopsychological aspects, but also the social aspects are very often forgotten. So we are always looking at the child, what's wrong with the child, how can we change the child without looking in the environment, what's probably or possibly causing problems, or what could be of use to resolve or prevent problems. So it's very much what you are saying. Definitely. I liked the blue bit of this slide, where people are saying that, okay, I have some sort of somatic problem, and that needs to be solved, and my doctor knows pretty well what I need to do for that, but that is not what is helping me, because I will need motivation to keep on going with this treatment or whatever I need to do for my problem. I need people to support me, and it's those things that will help me to overcome this problem, and not just the simple somatic solution that my doctor gives to me. And I know that we're now talking about things that don't seem to be touched upon this morning, but it was one of the true aims of the Academy that we need to think about basic training for somatic medicine, for nurses, etc., because of exactly what you were telling. We will never have enough specific mental health carers. So a lot of that basic motivational work needs to be done by those that are curing or trying to help the people that that have the disease. Yes, you wanted to add something. Yes, I think there's a distinction here that is important to make. We want, I think, medical practitioners to be sensitized to the psychosocial health issue, but I don't think they can address them. And I think people expect a lot from the medical specialist. It's that's why intersectoral action is important, working together. A medical doctor, we go see a medical doctor because they are specialized in whatever health problem, and not in psychosocial. So yes, being sensitized to be able to refer, to link to services, but I don't think we can expect them to become psychosocial intervention. Well, I'm not so sure about that, Sarah. I also think there should be a shift in, or a shift or a shared authority in it, because there's a when you have a psychiatric, psychological problem, the doctor is the my English is fading out at the moment. You can say it in Dutch. Is the autoriteit, is the expert. But I think there should be a shift when you look at hospitals. It's de artsen die zijn verantwoordelijk. De artsen die maken carrière, terwijl heel veel psychologen enorm veel werk doen daar. Ja. Dus ik denk dat het niet alleen is de artsen die moeten opgevoed worden in meer psyche krijgen, maar ook omgekeerd, dat er een shift moet komen in onze cultuur, in ons beleid, naar meer erkenning voor de anderen, voor het psychische, voor het sociale. En dan denk ik ook, en dan ga ik stoppen, aan de vraag die een van de jongeren stelde vanmorgen. Hè, waarom wordt een huisarts wel terugbetaald en een psycholoog doorgaans niet? Ik probeer hier toch ook nog een lans te breken om nog meer geïntegreerd te werken. En zelfs ook niet in gescheiden personen. Ik denk dat
artsen wel degelijk... Oh, sorry, I need to say this in English for the French speaking. I think that people in somatic medicine also can already mean a lot to patients when they are more aware of trying to support those psychological and social issues. It's by dismissing them that they are overlooking them, and then patients get sent home after a two-day hospital admission, and then they're supposed to care for themselves without any help. I think it should not be completely split between persons. You don't need a psychologist for everything that needs to be looked at in medicine. We're looking for solutions here in towards basic training, but because now we need to produce solutions. How are we going to make this happen in the training programs of all these carers? But you wanted to add something. Ja, ik wilde graag iets aanvullen op wat er daarnet gezegd is. Het lijkt me, als je kijkt naar een getrapt zorgsysteem, hoe hoger dat je gaat, hoe gespecialiseerder mensen zijn. Begrijpelijk. Er moeten specialisten blijven bestaan in bepaalde thema's. We kunnen niet van alle specialisten generalisten ook blijven maken. Iemand moet zich ergens op gaan focussen. Anderzijds, denk ik, is het belangrijk dat we niet enerzijds die psychologen zien, aan de andere kant de artsen voor kinderen. Voor kinderen en jongeren heb je jeugdartsen. Jeugdartsen die gespecialiseerd zijn in preventie. Jeugdartsen die gespecialiseerd zijn in promotie, in vroegdetectie, vroeginterventie. In een generalistische blik op de ontwikkeling van kinderen. Ik denk dat dat een belangrijke partner is in het geheel. Ja. Anne, jij wou nog iets... Ja, ik wou het eigenlijk nog verruimen, vooral de sociale context. Ik denk dat we vaak nog onderschatten wat de meerwaarde is van leerkrachten. Lagere schoolkinderen zitten, ik weet het niet, maar heel veel percentage van hun tijd, vaak een jaar aan één leerkracht. Ik denk dat we dat moeten verruimen, dat die mensen, het is niet hun taak om te zorgen, maar die pikken heel veel op. En anderzijds, in hun communicatie zouden ze ook heel veel kunnen betekenen aan kinderen en jongeren, waar dat soms spijtig genoeg ook het omgekeerde is. En dat niemand ook ziet wat hun rol is, ook soms in communicatie naar kinderen en jongeren, die juist een averechts effect heeft. Dus, en niet enkel om doelstellingen te behalen, maar ook wel dat stukje communicatie en zorg te delen. En ik denk dat we het daar zelfs zeker terug gaan over hebben in topic 2, Anne. Want dat zit ook daar. So, teachers, we're going to look at. But this first topic was about training people in welfare, training people in medicine, and how are we going to help them to look through the biopsychosocial glass. Ja, ik ben eigenlijk mama. Voor mij was het gewoon moeilijk om de weg te vinden. En ik ben heel hard gebotst op het niet geloven. Dus op school, allemaal heel mooi, hè, leerkrachten. Maar leerkrachten zien het ook niet altijd. Want Miel kwam op school, zette een masker op. En ik kwam thuis en hij ontplofte. En ja, ik was van overtuigd dat hij autisme had. Hij is getest geweest als hij een derde kleuterklas had voor autisme in het autisme referentiecentrum, een handsteam. En dan komt er plots een kinderpsychiater voor uw neus zitten die mijn kind nooit gezien heeft. En zij zegt dan, uw kind heeft geen autisme. Om dan, als hij 11 jaar is, toch de diagnose autisme te krijgen. Maar je zou moeten weten wat parcours dat wij gedaan hebben tussen nee, uw kind heeft geen autisme en dan wel, dat was hels, hè. Met het gevolg dat hij nu compleet schoolmoe is. Ja, ik weet het. Ik hou dat gewoon een keer kwijt. And I think you make a very good point, because it's also because some people get trained in a topic X and A and Z, and other people get trained in topic A, B, C. But they don't know about each other's topics. So... I was listening very carefully, and I thought perhaps we have to make a search for what kind of model do we need in our daily practice to implement the biopsychosocial model. So we are with so many different caretakers and caregivers, and the center of our care is a young child.
So I thought perhaps we have to look for another way of working with children. Perhaps we have to work, general practitioners are not well trained to do it, but a kind of general practitioner that is more broad trained and especially biopsychosocial. And perhaps not directly in diseases, but in health, to look more in a preventive way and to tackle early detection and to be aware of the complex situation of those three different aspects. And I think we need another kind of caregiver who is overlooking the total situation and then is saying, and you can go to a psychologist and you can better go to the kinesist, for example, or another, you have to go to sport, you have to do literature, or you are going to perform in a theater. But a person who is making the analysis of the problems in the three domains and then can refer to the good caregivers in their different specialities. You have said it. There are so many specialties and so many high specialists, so you need someone who is good in common things and can then refer, but it's only an idea. It could be one solution that you create a super diagnostician. The other solution is, of course, that every training starts from the biopsychosocial model and that everybody uses the same framework and that you're always invited to fill in that triangle and not just one side of it. I would really like to support the idea of put forward by Jo Denikens now. I was a GP for 10 years and I looked at it as a pro psychiatrist or pre-psychiatrist, I should say, not a pro. I think this is an excellent idea. What I would suggest is also to introduce psychiatry. Can you be short? Because I heard that we only have 10 minutes. I would introduce it into every training for a person working with children. I'm talking on behalf of my wife, who has been a teacher, and she was a guiding person for all youngsters. The same for my two daughters. So every youngster, boy, girl, with a problem addresses them, and then they come to me for consultations during breakfast or in the evening. And if they would have training in very general, specific issues, it has been brought forward by the youngsters this morning in the movie, I think this would already be a step forward. And the same goes for school doctors as well. And I think also for GPs, especially for those who work in group practices. Thank you. I think we do have some practitioner like, I don't know, well, she was talking about, we have doctors who are trained in youth healthcare and which work mostly as school doctors are in CLB, are kind and gezin. And I think it's good that we have them and perhaps there should be more of them and they can be implied in other practices too, not only in the CLB or I don't know where. But I think it's also very important, as you say, that every professional who is working with children should be introduced in the psychosocial model of thinking. And I also think that in training programs, in basic training programs, that different students from different richtingen should solve cases together and learn from each other to see here I have no answer anymore, I don't know anymore what question to ask, and then another student will say, oh yes, but we can also ask this, and that's something that isn't realized up to today. Yes. Mm-hmm. Okay, we are changing to the second topic. Which is about this primary prevention, universal prevention. We
it's clear that we need to make that shift, that we need to try and prevent because of the increasing number, because of the increasing risk factors, because of increasing school dropouts. So let's go immediately. We know the problem. Let's go immediately to... we try to stay away from infant mental health because that's another workshop. So we could make all sorts of advices for infant mental health. But what other different types of prevention programs do you see feasible in Belgium? Yes, please. Kunnen jullie de microfoon even? So my English is not so good, but I'm trying. I'm working for Kind en Gezin, and we ask Nederlands. Okay. Yeah, yeah. Dus ja, ik werk voor Kind en Gezin, medisch beleid, en om op je vraag te antwoorden, bijvoorbeeld, hoe kan je dat integreren? Dus postpartum depressie hebben wij bijvoorbeeld geïntegreerd in onze zorgverlening door systematisch ja, twee vragen te stellen. Aan de ouders die pas bevallen zijn en alle ouders zonder onderscheid om te detecteren. Maar we hebben heel veel schroom. Ik voel heel veel schroom bij onze zorgverleners om dat te vragen en om dat te integreren. Dat wil ik toch wel even meegeven. Dus ik denk dat dat ook heel belangrijk is dat we uit die taboe gaan. Dat moet, lijkt dat ik vraag aan u, heb je pijn? Daar moet ik ook kunnen vragen, heb je last van depressieve gevoelens? Exactly what you're saying now is what the first topic would try to solve. Yeah. I know, but... they are trained to ask those questions. Okay. Okay, so... perhaps I... Other ideas for primary intervention? You have to work together then with other people, like a psychologist in the same team. Eh? And you have to talk about it with each other, I think. So I was thinking also, like, youth work is really great. Zowel jeugdwerk, dus bijvoorbeeld Giro of zo. Ik vind het ook belangrijk dat er daar zo wat biopsychosociaal wordt gewerkt. Al is het maar gewoon vragen aan de kinderen hoe ze zich voelen op een zondag. Alleen dat al, dus stilstaan bij hoe ze zich voelen. En dat is ook al werken aan een stuk preventie. Want we staan stil bij de gevoelens en we staan stil bij hoe het gaat met de kinderen. En dat maakt het dan ook weer een klimaat waarin er veiligheid is om te praten over mentale problemen, als die er zijn. Als die er niet zijn, ook oké. Okay, want er is gewoon ruimte. En ook in scholen, ook gewoon... Ja, maar zeker ook jeugdwerk zou moeten betrokken worden in deze... Niet enkel het ja, gezondheid. En zeg je dan dat jeugdwerkers een beetje opleiding zouden moeten krijgen daarvoor? Want de meeste jongeren die in jeugdbeweging staan, groeien in die leidingfunctie, maar hebben daar eigenlijk geen training voor. Hè? Nee, dus dat hebben we ook gemerkt. Want ik heb meegedaan aan een kick-off meeting over mental health in youth work. En daar kwam er echt wel bij, kwam er naar voren dat ze geen voldoende vaardigheden hebben om daar eigenlijk op in te gaan. Dus zij geven zelf aan, dus echt de jeugdwerkers geven zelf aan, maar wij weten niet hoe we echt de focus moeten leggen op dat psychologische, ook niet op dat biologische, want wij zijn er enkel om leuke dingen te doen, maar het is meer dan... En ze zien zelf de nood en ze zijn ook op zoek, maar het dus begint ook gewoon in de vrije... Dat toch een beetje training zou moeten zijn. Ja, het begint gewoon in de vrije tijd. Ja. Oké, jeugdwerkers. Yes, please. I think a huge issue is that we cannot foresee the needs of the population. So we are always putting out fires. And some countries have been doing some interesting initiatives in order to foresee the needs. And I'm thinking with pregnant women here. One example is the declaration of pregnancy that has been put in place in some countries. It can be voluntary or not, but basically people can declare that they're pregnant and can declare if they have needs like food insecurity or if they are not well mentally. And so this allows service providers to foresee
the quantity of help, mm-hmm. and the type of help that will be needed in a few months. And there are also very well-known risk factors that if we know in pregnancy that so many women will have children and they have XYZ risk factors, that they it would be better if they had access to XYZ type of service. That's and one important part too regarding the screening aspect that one person mentioned. Of course, screening for mental health is a bit worrisome because we may find that a lot of people have a lot of problems, but it's impossible to monitor what we're doing if we don't screen, mm-hmm. and it's impossible to improve if we do not mm-hmm. measure the subsequently down the road the impact of our services. So that's a key element too. In that case, you're talking already about secondary prevention because you're identifying risk groups, whereas one of the big questions was, is primary prevention, is universal prevention possible for mental health care? And universal means that you're not you're giving it to everybody. So any ideas about that? Arthur? Ik heb eigenlijk geen flauw idee of wat al besproken is geweest. Vrije tijd is iets heel moois, maar ik denk nog altijd dat de scholen zo, zo belangrijk zijn, omdat als kind ben je daar quasi 24/7 en op school komen er ook zoveel problemen aan het licht en zo. En leerkrachten kunnen dat zo zwaar doorhebben als een kind niet mee functioneert, maar gewoon omdat ze daar niet zijn meer in opgeleid, kunnen ze dat gewoon niet weten. Mm-hmm. En zou jouw hoop dan zijn dat leerkrachten wel meer opgeleid worden? Of zeg je, eigenlijk zouden er andere mensen in de scholen aanwezig moeten zijn die kunnen... Leerkrachten zien de leerlingen ook 24/7, terwijl andere mensen zien die quasi ook weer niet. Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat in de opleiding dat er ook een stuk mentaal welzijn is. En ook gewoon dat het... Nee, dat is moeilijk woord. Het normaliseren van mentaal welzijn is daarin ook heel belangrijk op scholen, omdat op scholen heb je ook gewoon waarden en normen mee. En ik denk als je die waarden en normen meegeeft, gaat dat ook al een grote impact hebben. Dus dan komen we terug ook met wat daar straks is gezegd. Ah, ja. Leerkrachten ook. Ja, maar dat is goed, dan heb je dat bevestigd. Wacht hoor, we hebben nog 1, 2, 3. Sanneke? Sorry, hè, want... Maar ik wou gewoon heel eventjes... voor. Ja, sorry, maar ik wou gewoon daarop toe. Ik ben daar helemaal mee eens, hè, die scholen. En ik ben helemaal mee eens dat ook hè, zij veel meer kennis hebben. Maar ik pleit ook voor heel beperkte kennis. Geen kennis, wat is ADHD, wat is autisme, wat is een depressie? Kennis van als je een kind voor je hebt en die heeft eender welk symptoom, dat kan iets betekenen. En herken dat en ga daarover in gesprek. Want anders ben ik heel bang, gelijk dat iedereen hier zegt, je gaat mini-experten maken en dan mis je weer heel veel andere dingen. En dat is ook niet goed. Dus I think in that sense the questions that were put by the academy are really good because you need to add them up. We've been talking about training, then we're talking about universal prevention, but universal prevention doesn't mean that every person needs to know everything. They need to know what to help in first place, to be there, to listen. And then if it sounds more severe, they need to know where to go. So that map that is going to be made somewhere in another workshop is, again, a very important tool to work from. Wacht, hè, wou jij nog iets? Nee. Daar waren nog, ja. Ik denk dat het inderdaad belangrijk is dat... Oh, Arthur, nu ben ik u al 3 keer overgezegd. Mag ik eerst... Doe maar. Bedankt. I totally agreed with the last interventions. Basically go in that sense. I also wanted to add in reference to what was said in the film, there was a lot of comments on the by the kids on how they wish they had, for instance, a class at school telling them more about mental health so they could have more literacy. And I think increasing literacy on mental health is very important. Yeah. And probably from a very early age onwards, so that it sounds normal.
To fight stigmatization. Ja, ik heb zo al een paar dingen. Ik wil graag nog op aansluiten op wat mevrouw daarnet zei. Ik denk dat het inderdaad belangrijk is dat volwassenen, steunfiguren rond kinderen, de signalen kunnen capteren. Alleen sturen niet alle kinderen signalen uit bij internationaliserende problemen. Dat is juist wat ik ook een symptoom vind. Maar dat valt... Dat moeten mensen weten, dat moeten leerkrachten weten. In de praktijk zien we vaak dat als een kind met, met stoelen begint te gooien in de gang, dat snel opvalt. Als een kind eerder stil wordt in de klas, valt dat minder snel op. Vandaar dat, wat ik toch ook wilde aanvullen op wat ik deze voormiddag hoorde. We mogen niet de foute veronderstelling hebben dat kinderen zomaar altijd signalen uiten of dat kinderen zomaar altijd de stap kunnen zetten naar een steunfiguur. Vandaar dat het belangrijk is, denk ik, dat we een gegarandeerd systematisch ook aanbod hebben, zowel voor ouders als voor kinderen, waarbij dat zij de mogelijkheid krijgen om in een vertrouwen... Dus zowel op vraag als op bepaalde momenten moet de vraag hen gesteld worden. Op mijlpalen in de ontwikkeling. Ja. De tijd voor deze workshop is op, dus ik ga het laatste woord aan de jongeren geven en dan kunnen zij meteen de overgang maken naar het volgende deel. Ja. ik wou nog laten weten, gewoon het feit van hoe je een kind aanspreekt over mentaal welzijn. Persoonlijk, als iemand mij aansprak... En ik het altijd ontkennen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is hoe je het aanpakt om het aan te kaarten. Want als je gaat zeggen tegen een kind, we vermoeden dat er iets is. Ja, een kind gaat blokkeren en die gaat niets meer zeggen en die gaat nog meer een fake smile opzetten. Dus ik denk dat dat ook wel nog belangrijk is om over na te denken. En is de gewone vraag, hoe is het met jou? De beste intro? Of, Ik weet het niet. Nee. Persoonlijk zou ik altijd ja zeggen dat alles goed is. Had jij nog een... Wat ik daar nog op wil aanvullen, zeker over het internaliseren. Verhalen van kinderen of jongeren die het hebben meegemaakt wel helpend kunnen zijn. Omdat ze... dus vaak van, maar ik ben hier niet alleen mee. En dat kan misschien ook wel stimuleren om erover te praten. Uh-huh. Net omdat... Ja, want vaak is het ook van, ik ben abnormaal of ik heb hier... En dat zou je dan weer in die klasjes kunnen proberen te realiseren. Hè. Helemaal prima. Dank je wel om zoveel ideeën. Ik ga het stilleggen als je het nog... Ja, ik wou gewoon nog vlug zeggen. Ik had ook persoonlijk dus dat ik daar niets over zei en zo. En ik zocht altijd dingen op daarover. Van andere mensen, van bestaat dat? Hebben andere mensen dat ook? Is dat normaal? En bijvoorbeeld ook zo op tv of zo, als er een programma was over mentaal welzijn. Ik binge watch dat eigenlijk constant. Ja. Dat was daar juist een van mijn voorstellen. Hè, van iemand zei onlangs, ik denk dat Nadie van Broek was, een van de professoren van psychologie, eigenlijk zou er een dagelijkse kost voor mentaal welzijn op tv moeten zijn. Hè. Misschien kunnen we daarmee afsluiten en jullie het woord. En het is... This is working. Okay, thank you. We're a little bit improvising because normally the two workshops are added together, but I think we will manage. We have many more on the stage. I will introduce them shortly. And Mika, you are one of our lead workers and the participative group. Mika zegt zelf over zichzelf, ik ben de jongere
die zelf een lange weg afgelegd heeft, veel waarde hecht aan luisteren en vertegenwoordigen van stemmen van kinderen en jongeren rond geestelijke gezondheidszorg. En ik weet, ik ken je al een beetje, dat je heel gepassioneerd bent en ook heel veel in je mars hebt als het daarover gaat. Hè. Ik kan daar straks iets meer over zeggen. Yvonne, introducing you again would be too extensive, but we are really, really happy and delighted to welcoming you here, because participation is one of your passion also, and we learned already a lot, and I think we have put in some steps forward, but we need your advice and of course your ideas implementing participation even better than where we started it now. Thank you very much for being here. Sarah is klinisch psycholoog aan de Universiteit Gent. Jij zal straks ook wat toelichten hoe jij in participatief werk bent betrokken geraakt. En dan hebben we nog Caroline Beemaas en Stefanie Natalis. Beide eigenlijk werkzaam bij het VOD Volksgezondheid. Die eigenlijk ook al een hele stap hebben gecoördineerd rond implementatie van participatie. Onder meer met de participatiecoaches. Er staat heel wat al in de tekst die jullie hebben meegekregen. Wij hebben zelf een viertal vragen geformuleerd. Ik ga mijn experten eigenlijk kort een toelichting laten geven waar ze mee bezig zijn, zodanig dat we de vragen nadien vanuit jullie kant, maar ook vanuit hen, verder kunnen beantwoorden om te kijken of we deze participatieve processen beter en duidelijker kunnen implementeren. Dus jullie wordt zeker gevraagd om ook actief deel te nemen. Ik geef jou eerst kort het woord, Mika. Dus ik ben Mika. Ik heb een hele lange weg afgelegd en in het begin vertelde ik niet zoveel over hoe het ging of als er iets gebeurde in de opname waar ik niet akkoord mee was. Ik liet allemaal over mij gaan. Maar na een tijdje heb ik mijn stem gevonden en ben ik daarover beginnen babbelen in patiëntenvergaderingen over zaken dat ik dacht dat er een verbetering in kon zijn of dat ik als minder positief had ervaren. En kreeg heel vaak het antwoord van ja, we nemen het mee en we zien dan wel. Maar uiteindelijk werd er nooit iets gedaan met onze verhalen, er werd nooit iets gedaan met de dingen die we meegaven. Dat wordt ook wel schijnparticipatie genoemd, zeggen dat ze luisteren en zeggen dat ze er iets mee gaan doen. Maar achteraf gezien is het gewoon best nutteloos dat je zoveel moeite hebt gedaan om te zeggen waar het op staat. Ik heb daar heel veel jongeren van zien afhaken, gewoon omdat er niet geluisterd werd, omdat het geen nut had om uw stem te laten horen. Ik heb ook op een bepaald moment gedacht van oké, ik stop ermee, want het heeft toch geen zin. En op een of andere manier was er iets in mij dat bleef doorzetten. En ik ben heel blij dat ik ben blijven doorzetten en dat ik ben blijven babbelen over de minpunten, maar ook de positieve punten, want die zijn er ook. En door eigenlijk door te zetten en in de juiste omgevingen terecht te komen, heb ik mensen rondom mij gevonden die mij eigenlijk steunen in het laten horen van mijn stem. En het is nu toch wel al 2 jaar dat ik heel mooie veranderingen begin te zien. Dat mijn stem er echt toe doet. En ik ben heel blij dat ik heb doorgezet. En ondanks dat het nog altijd heel veel moed en kracht vergt, ben ik het ook wel echt aan het promoten naar andere jongeren toe. Want het is zo belangrijk dat wij vertellen hoe het is en hoe het effectief beter kan gaan. En dat ook mee te geven aan de deskundigen en de experts om het dan te implementeren ook in de instellingen. Dank je wel. U weet wellicht dat er ook een document is opgemaakt, hè, op vraag van de overheid. En Sarah zal daar misschien kort iets over zeggen hoe die is gestart en hoe het tot stand is gekomen. Staat hij aan? Oké. Goed. Ik heb 2 jaar gewerkt aan een pilootproject vanuit de VOD Volksgezondheid rond participatie van kinderen, jongeren en hun context binnen de geestelijke gezondheid. En dat pilootproject kwam er nadat er door de Hoge Gezondheidsraad een tekst was geschreven over het belang van participatie van kinderen. En wat we eigenlijk vonden, we hebben met alle netwerken gepraat. Ik zie hier ook een aantal mensen die we toen hebben bevraagd. Hè.
En daar kwamen een aantal noden uit voort, uit die gesprekken die we hadden. En een aantal zaken die naar voren kwamen was vooral van, ja, maar participatie, dat lijkt zo'n groot container woord. Hè. Wat is dat dan precies? Wat is het? En hoe doe je het? En wat zijn er kwaliteitslabels? En zijn er geen gevaren? Enzovoort. Daarover hebben we een rapport geschreven. En wat ik denk ik belangrijk vind om daaruit te vertellen vandaag, heel klein, want we hebben heel weinig tijd, is dat, dat participatie, zoals Yvonne ook zei, is een recht voor alle kinderen, ongeacht leeftijd, ongeacht maturiteit van de kinderen, ongeacht het feit of ze geestelijke gezondheidszorg, specifieke zorg nodig hebben of niet. Dus het gaat over alle kinderen in alle levensdomeinen waar er geestelijke gezondheid bij aan te pas komt, dus alle levensdomeinen, zoals Yvonne al zei. En ik denk, er zijn vier essentiële principes die participatie uitmaken. En dat is ten eerste, wij moeten kinderen en jongeren de kans geven om te participeren. Wij moeten het faciliteren. Wij moeten eigenlijk bevragen, krijg je je stem? Kan je je stem laten horen? Een tweede belangrijk principe is dat we kijken van op welke manier kunnen wij hun stem laten geven. We moeten daar mogelijkheden voor creëren. Een derde belangrijk principe is dat we moeten kijken dat er ook publiek is om naar die stem te luisteren. De mensen die naar die stem luisteren, zijn dat dan ook de mensen die verantwoordelijkheid hebben om iets met die stem te doen? Dat is belangrijk. En als laatste, en dat is een die denk ik het meest wordt vergeten door ons als volwassenen. Wat is de actie die daarna gebeurt? We kunnen allemaal vandaag samen zitten en naar elkaar luisteren, maar wat gaan we ermee doen? En dat is belangrijk. En dat moeten we ook aan de kinderen en jongeren teruggeven. Wij hebben jouw stem gehoord en wij gaan er dit wel mee doen of we gaan er dat niet mee doen. Maar daar moet over gepraat worden. En dan begint het proces opnieuw. Want participatie is niet iets eenmalig, het is een continu proces. En ik denk dat dat belangrijk is. En dat wil ik vandaag zeggen. Voilà. Oké. En toch zijn er al stappen gezet, hè? Kunnen jullie dat even toelichten? Ja, hopelijk. Ik denk wat Sarah aangeeft, dat was zeker al een eerste stap. Hè. Want ik denk, ja, voor volksgezondheid is er echt wel van overtuigd dat door kinderen en jongeren zelf als actieve deelnemers te zien, dat we ook de zorg meer aangepast kunnen organiseren. Hè. Dat we kwalitatiever, doeltreffender en toegankelijker de zorg kunnen organiseren. Dus dat is heel, heel belangrijk. En dat is ook wel een belangrijk sleutelwoord al sinds de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren. De netwerken die worden eigenlijk al aangespoord om sinds 2015 daar echt werk van te maken. Maar dan is er met het pilootproject zijn er toch wel wat noden in kaart gebracht, die dat jullie ook kunnen lezen in de tekst die in het mapje zit. En ik denk dat we ook wel telkens verder bouwen op hetgeen dat we leren over participatie. En wat dat gebleken is uit het rapport, is dat er echt wel een specifieke inzet moet zijn. En dat er mensen zijn die dat echt moeten kunnen ondersteunend werken en ook die focus moeten kunnen hebben. Hè. En daarom hebben we eigenlijk nu, de minister heeft daar deze voormiddag al naar verwezen, minister Van den Broeke, hebben we eigenlijk in elk netwerk kinderen en jongeren een participatiecoach aangesteld. En die participatiecoaches die zijn hier vandaag ook aanwezig. Hè. Dat is daar Bojura. Ik ga ze even benoemen, toch wel fijn. En hier vooraan zitten Erin en Louise. En Annelies, die is er ook nog. Hè. Twee Nederlandstalige en twee Franstalige participatiecoaches uit de netwerk Kinderen en Jongeren. En die moeten eigenlijk verhelpen waar dat Mika zo op gebotst is. Hè. Ik vind het heel fijn om hier met Mika te zitten. We hebben in voorbereiding naar de workshop ook al veel met elkaar kunnen van gedachten wisselen. Maar het is zo spijtig dat jij zo hebt moeten doorzetten. Dat jij teleurgesteld bent geweest, maar heel krachtig dat je je hoop bent blijven bewaren. Ik denk die participatiecoaches,
die zouden ervoor moeten kunnen durven zorgen dat dat allemaal wat vlotter kan lopen. Die hebben eigenlijk een vierledige opdracht. En ik vind het toch belangrijk om daar nog even bij stil te staan. 3 zaken ten aanzien van de kinderen en jongeren zelf. En 1 opdracht ten aanzien van alle partners binnen zo'n netwerk. Dus alle actoren die daarin zitten. Het is belangrijk dat ze kinderen en jongeren informeren over geestelijke gezondheid, geestelijke gezondheidsproblemen en het aanbod dat er is. Op een toegankelijke en kindvriendelijke manier. Dat is het eerste. Het tweede is dat ze kinderen en jongeren echt moeten kunnen aanmoedigen om hun mening te uiten rond overleg en besluitvorming die hun geestelijke gezondheid aangaan. Dus dat is een tweede. Een derde is zoeken naar initiatieven om kinderen en jongeren echt actief te betrekken bij die organisatie van die zorg. Hun eigen zorg op individueel niveau, microniveau, in hun eigen individuele trajecten, maar ook beleid binnen de zorgvoorzieningen, beleid binnen het netwerk en ook zelfs ten aanzien van het overheidsbeleid, dat daar ook aanbevelingen of zelfs mee geconceptualiseerd wordt hoe dat kinderen en jongeren het zien. Een vierde opdracht is dan ten aanzien van die partners binnen zo'n netwerk, dat die bewustwording, die kennis, die toepassing rond participatie, dat dat ook versterkt wordt, zodat zij daar ook meer gaan zien waarom dat zo belangrijk is en welke winsten dat daarmee te halen zijn. Dus dat is een hele kluif voor de participatiecoaches. Die zijn nu intussen allemaal voltallige, Stefanie, sinds afgelopen maand. En die hebben er ook heel veel zin in om daaraan te beginnen, denk ik. Dankjewel. Maybe Yvonne, if you go somewhere and people want to start such a participative process, and you know it takes a lot of energy, knowledge. What would be the first question you ask people? Let's say that many of them here are really eager to start to do something about it. What would be your first question? What would you ask or maybe tell them? Is that working? Yes. If people have tried already to work in a participative way with children and young people in mental health, I'd love to hear your experiences and to understand what were the factors that enabled you to do it well, what were the barriers that you had to overcome, and some of the barriers that people have had back in the UK are, you know, one is very practical, finding funding, because we need to reimburse young people if they are moving from home. If it's all online, it's different, but we don't want to stay there forever. In our post-COVID world, we want to go back to seeing people. They need at least reimbursement. And our model, and I do this now to this day, is we automatically reimburse travel, pay, and you know, hotels or what have you. We also give vouchers for even the smallest amount of participation, a shopping voucher of some description. And then if we're working at another level where those young people start to become skilled and doing the same job that we do, we pay them a proper salary. So, and you have to fund that somehow. I understand that. So that's a practical question that we're often asked. And then there are more kind of psycho-emotional issues of, you know, the adults feeling ready to do it, feeling trusting themselves to do it, trusting the young people. So, yeah, I'd love to know from all of you if you've tried or you're doing something successful, you know, what makes it work, what's difficult and makes it, gives it challenges and barriers. Zijn er mensen die echt ook werk maken van participatie? Of wat houd je tegen om dat te doen, bijvoorbeeld? Ja? Dank u wel. Ik ben nog een student orthopedagogie. En ik heb een bachelorproef geschreven over hoe dat we eigenlijk jongeren meer hun stem kunnen laten horen en mee de regels mee kunnen laten bepalen. En dat is helemaal gebaseerd ook op de zelfdeterminatietheorie. Dus ik denk dat dat wel al iets moois is eigenlijk. We hebben dat ook helemaal op maat van die jongeren ontwikkeld. Dat zij zelf een inbreng kunnen geven in een topic. Dat zij bijvoorbeeld als het thema actualiteit is, dus zo, dat zij daar zelf ook een inbreng kunnen doen.
En ik denk dat dat iets heel moois is, wat eigenlijk heel laagdrempelig is ook. Ja, en ik denk dat dat toch al een beetje participatie verhoogt. Het is nog niet van start gegaan. Maar ja, ik heb daar snel een bachelorproef rond geschreven en ik denk dat dat participatie zou moeten verhogen. Mm-hmm. Prima, fijn. Ja. Nog andere ervaringen van mensen die... Ja, ik werk als psychiater in een outreach-team voor jongeren in de transitieleeftijd. En we doen eigenlijk standaard onze behandelbesprekingen, teamvergaderingen met de jongeren en de ouders erbij. Dus eigenlijk nemen we dan ook alle behandelbesluiten in een soort van shared decision-making model. En eerlijk gezegd, ik vind dat het gemakkelijkste. Mm-hmm. Dat is veel minder werk. Mm-hmm. Dat is een economisch argument, maar ik denk vooral het behandelinhoudelijke argument is dat die jongeren zich heel erg gehoord voelen, mee beslissen en dat dan het traject dat volgt na die behandelbespreking veel zorgvuldiger door iedereen wordt opgevolgd. Ja. Ja. Ja? Ja. Wij hadden toch in onze groep iemand, en we hebben het ook in de film gezien, hè, iemand die zei, ik wil niet dat mijn ouders op de hoogte zijn. Wat ik doe met de therapeut en wat er gebeurt. En hoe gaan jullie daarmee om? Want er is natuurlijk ook beroepsgeheim, denk ik, vanaf 14 jaar in principe. Maar hoe gaan jullie daarmee om? Ik vind dat niet zo heel moeilijk. Wij werken in crisis. Daar krijgen we heel vaak van jongeren de vraag van wij willen niet zo graag informatie delen of wij willen... Moet ik even wachten of niet? Ah, sorry. Nee, maar dan krijgen wij heel vaak die vraag hè, van hoe gaan we daar dan mee om? Hè? Dat is juist, denk ik, de participatie door met de jongeren te gaan samenzitten en te zeggen van kijk, waarvoor hebben wij dat eigenlijk nodig? Of wat zouden wij willen? Waarom zouden we ze willen betrekken? Kun je daar inkomen, ja of nee? Waarvoor heb jij? Hè? En trouwens, we doen eerst die vraag omgekeerd. Waarom zeg jij dat? En dat we dan heel erg gaan kijken van kan dat? Is dat haalbaar? Hè? Maar is dat haalbaar? Wij vanuit ons stuk en de jongeren vanuit zijn stuk. En dan kom je samen tot iets, maar ik denk de mij schrikt dat niet af. We hebben dat zo vaak, in zoveel begeleidingen, de vraag. Geen mijn papa niet, mijn mama niet, niemand van enkel de leerkracht. En ik heb nog nooit niet geweten in een traject hè, dat we daar niet op de een of andere manier uitkomen. Ik heb wel geweten uiteraard dat niet iedereen daar even blij mee was. Dat is zo, maar het open trekken en open bespreken kan alleen maar met de jongeren. Maar toch zijn de ervaringen wellicht niet helemaal zo, hè? Want, hè? Kun je? Ja. Verdergaand op dat jullie de ouders proberen te betrekken, wat doe je als de ouders niet betrokken krijgt? Als zij niet willen anticiperen, als je er echt gewoon alleen voor staat, als je die niet betrokken krijgt, dan sta je daar als jongere alleen voor en jullie blijven als hulpverleners blijven proberen om ouders te betrekken. En dat blijft niet werken. Mijn vraag is ook een beetje dan, wat doe je dan? Want ik heb daar zelf heel slechte ervaringen mee gehad, omdat ze blijven proberen. Ik wou juist zeggen, dan is er niet geparticipeerd. Hè? En ook niet naar jou. Ik denk inderdaad, als jij zo'n slechte ervaring hebt en mensen zijn dat blijven proberen, ik denk... Maar ik wil daar niet zo op ingaan natuurlijk, maar ik denk dat dat ook wel een fout is van de hulpverlening. Blijven proberen wat we denken dat goed is en blijven hetzelfde aanbieden. En ik denk dat dat juist de kracht is van die participatie. Dan kijken van als mensen niet willen participeren, hoe gaan wij dan met degenen die dat wel willen aan de slag? En hoe kunnen we wel andere veiligheid bieden of andere ondersteuning bieden als ouders toch standaard zeggen het is niet met ons of één ouder. Hè? Dus ik denk daar, ik vind dat gewoon vooral heel... Ik word daar verdrietig van om dat te horen, maar ik denk dat dat het mooie is van participatie, wat, laten we wel zeggen, ik denk tientallen jaren geleden veel minder was, dat dat juist de kracht moet zijn van die participatie, dat je geen standaard dingen moet uitrollen waar we altijd ouders gaan laten participeren, altijd kind, ook echt, ik pleit helemaal niet voor, laten we samen zitten en bij elk overleg moet het kind gehoord worden en erbij zitten, zeker niet, je moet horen van wat wil je als kind.
Maar tegelijkertijd denk ik dat je dan soms ook als hulpverlener kan zeggen, ik weet dat jij er eigenlijk niet bij wil zijn, want dat hebben we ook gehoord in de getuigenissen van jullie. En dat je soms ook als hulpverlener moet zeggen of ergens moet een beslissing nemen van, ik weet dat je dat niet wil, maar we gaan het toch doen. En ik hoop echt dat je later ziet waar dat van ons was. En omgekeerd, als je inderdaad ziet van, kijk, dat gaat zo'n negatief effect hebben nu, dat je alleen een uitleg geeft van waarom dat je dat echt, echt graag wil, maar dat je het ook terug bij degene kan leggen die dat daar staat. Maar dat zal voor iedereen heel persoonlijk zijn, denk ik, hoe dat je daar wel of niet... Maybe I can summarize. Misschien kan ik het een beetje samenvatten als van... Het is niet evident dat participatie altijd gaat over kind, jongeren en de ouders of belangrijke andere volwassenen. I was wondering, because we had the same discussion when we were preparing this meeting. I was wondering, Yvonne, do you have suggestions in that? Because it is important sometimes to see in certain levels only the child or talk to the child or the adolescent. I do. Of course, I'm a parent, and so I understand why good parents want to be involved and good therapists want to involve parents. But in the company I now run, I mentioned earlier, the software exists so children can tell privately and confidentially what they want a trusted adult to know. And sometimes the thing they tell is about their parent or their caregiver. Foster care, as we say, do you have? Yeah, and that's very difficult. But you know, every time I hear of that, I realize that how necessary it is that sometimes you have to listen to what the child says. And the problem in certain situations is they don't really have the words to tell you. So if they're saying, I don't want my parents to know, it could be that they want you to persuade them, but it also could be that they're saying there's something bad that happens at home with my parents and I can't tell you. I do not yet even have the ideas and the language formed in my head to tell you. Which is why we built the software. It's so that there's a space for children to be private and confidential and to say something when nobody else is there and they can be helped with the words to use. And I know it's only a small number of children, but they're important. So, any comment or nog iemand die hier wil op reageren? Ja, ik wil iets zeggen, maar ik weet niet exact hoe. Het ding is een beetje opnieuw het idee van dat mijn ouders betrokken zouden worden, heeft mij echt tegengehouden om hulp te zoeken. Anderzijds, ik ben door het CLB reeds ingeluist. Dat was redelijk traumatiserend, om eerlijk te zijn. Sorry als er iemand van het CLB is. Maar dat heeft mij echt gezorgd dat ik niet meer het CLB vertrouwde. Ze zeiden tegen mij, wij gaan samen naar Theo gaan. Theo is een gratis therapeutisch huis voor jongeren. Ik dacht, ja, oké, wij gaan daar naartoe gaan. Mijn ouders gaan daar niet van weten. Sorry, mama en papa. Ik kwam daartoe. Die vrouw zei onmiddellijk tegen mij, ik ga nu jouw ouders bellen. Wil je erbij zijn of niet? Ik heb heel die middag zitten trillen op mijn benen. En mijn mama is mij dan ook komen halen en zo. En ik heb tegen mijn ouders ook toen gewoon zitten zeggen, er is niets aan de hand, waarom hebben die gebeld? En dat heeft er opnieuw voor gezorgd dat ik niet mijn mond opende. Dat is een beetje wat Yvonne bevestigt, dat in sommige situaties je die privacy of die ruimte wel moet krijgen. Ja. Er moet gewoon geluisterd worden. Ja. Ja. I was wondering, ik vroeg me af, de participatiecoaches die gestart zijn of gaan starten... Hoe staan jullie daarin? Want er zijn heel veel initiatieven al rond participatie die al werken, misschien goed werken, minder goed werken. Hoe zien jullie dat verbonden met elkaar? Of wat is zo jullie perspectief naar eerste stappen om in jullie functie te kunnen waarmaken? Ik heb de micro al vast, dus ik ga gewoon ineens het woord nemen. We zijn op dit moment vooral bezig met in kaart te brengen welke initiatieven dat er eigenlijk al allemaal zijn. Want veel voorzieningen zijn ook allemaal nieuwsgierig naar elkaar. Van ja, wat is er nu? We moeten het warm water ook niet opnieuw gaan uitvinden. We moeten ook een beetje zien dat we de krachten kunnen bundelen bij alle jongeren en alle mogelijke hulpverleners die dat er zijn. En wat mij vandaag ook wel wat opvalt, of wat heel verbindend kan werken, denk ik, is het luisteren. Zowel in de vorige workshop als hier hoor ik dat nu ook alweer, dat we eigenlijk, denk ik, opnieuw moeten leren luisteren naar elkaar.
Ja, als ik daar straks het verhaal hoor van de mama die daar eigenlijk door de psychiater dan gezegd wordt van ja, nee, er is geen autisme, het is er wel. Ik denk dat er al heel veel ontlading kan plaatsvinden als we op een correcte manier naar elkaar kunnen luisteren. En ik denk dat dat ook binnen het netwerk waar we dan als participatiecoach aan de slag gaan, even goed naar de jongeren, naar de ouders, naar de voorzieningen, echt goed kunnen luisteren naar wat is er nodig om op een goede participatieve manier te werken. Zodat we echt wel alle actoren kunnen betrekken en dat we dat op een goede en een correcte manier kunnen doen. Ik denk dat we vooral moeten profiteren ook van het feit dat we in het leven geroepen zijn en dat we die kans gewoon moeten grijpen om dat ook heel grondig te doen ineens. Ik ga daar misschien op aanvullen, hè, Annelies. Wat dat belangrijk is ook voor FOD Volksgezondheid, is dat we echt beginnen experimenteren met het doen ook. Hè? Dat we nu niet in die netwerkcomité's nog veel gaan praten van hoe gaan we het doen. En nee, de kinderen en jongeren, het is het moment dat ze aan tafel komen en dat we samen zoeken hoe dat we dit op een goede, efficiënte en effectieve manier kunnen installeren. Maar we komen toch op nationaal niveau regelmatig samen, ook per taalgemeenschap met de participatiecoaches, omdat we dat ook wel zorgzaam willen doen. En het is ook een rode draad doorheen gans de dag. Wij willen ons ook echt naar de kinderen en jongeren begeven. Wij willen aansluiten bij hun leefwereld. De fora waar zij al zijn, de initiatieven die er al zijn. Daar zit de rijkdom en daar willen wij ook zijn. Dus we zijn dat nu wat in kaart aan het brengen. Welke jongerenorganisaties dat al met participatie bezig zijn. En daar proberen we nu echt wel samenwerking en verbinding mee te realiseren. Dus dat is voor ons ook heel belangrijk, dat dit niet iets is naast het geen al dat al bestaat, maar dat we toch proberen alle krachten te bundelen en de zaken met elkaar wat proberen te integreren. Ja, dat wou ik er nog aan toevoegen. Barbara. Alors, moi, je suis coordinatrice d'un réseau et donc ça fait un certain temps qu'on est sensibilisé à cette question de la participation. Notre chargée de projet en participation n'est pas là aujourd'hui, mais c'est vrai que l'idée, en tout cas, qui est là dans notre réseau, c'est d'aller à la rencontre des jeunes. Et notre organe décisionnel, justement, le précédent comité de réseau qu'on a eu, on a amené une situation qui a été d'une part analysée par les professionnels, mais aussi notre chargé de projet en participation a été rencontrer le jeune. Et donc, il est venu, il a enregistré toute la conversation avec le jeune, et il est venu porter la voix du jeune dans nos organes décisionnels. Et donc, c'est vrai que c'est cette idée de ces coachs de participation, c'est d'aller à la rencontre des jeunes, parce que c'est vrai que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, la question du financement pour que ces jeunes puissent venir et participent aux organes décisionnels, il faudra aussi mettre de l'argent de ce côté-là. Mais l'idée qu'on a pour l'instant, c'est d'aller vers eux, c'est d'aller dans les écoles, c'est d'aller à la rencontre de ces jeunes et de leur demander leur avis par rapport à une situation qui est analysée par les professionnels, mais c'est aussi leur avis et leur vécu par rapport à la situation. Ik wou nog iets toevoegen in het werken met jongeren met ervaring. Ik denk dat we een beetje moeten oppassen dat participatie niet iets wordt van de jongeren mee aan de tafel of de jongeren mee op beleid. Want dat kan helpen en dat kan het gesprek vergemakkelijken en duidelijk maken en ons goed mee laten voelen waar het echt over gaat. Maar als ik vragen krijg om mee iets te doen rond participatie met mijn jongeren, met Esperto, dan zeg ik altijd, maar wat kun je eigenlijk zelf doen? Kun je niet zelf bij je eigen jongeren iets opzetten en aan hen vragen hoe dat zij dat zouden willen opstarten en zo verder? Dus ik heb altijd een beetje schrik als er zo van die dingen gebeuren, dat er naar een klein groepje mensen gaat gekeken worden en naar een aantal jongeren die meer rond de tafel gaan gezet worden. Maar participatie is eigenlijk gewoon een basishouding. Echt een basishouding. En daar bots ik eigenlijk al wel 5 jaar stevig tegen in werken met mijn jongeren. Ik heb jongeren met ervaring, ze worden niet betaald. Dus ook daar, ik volg het helemaal. Je ziet dat er geld is en betaal ze. En de jongeren die doorgroeien en die daar stevig in worden, werf die aan, geef die geld, schrijf daar vacatures voor uit. Maar ook gewoon de basishouding van participatie, denk ik, is nog veel belangrijker. Dank je wel, Clara.
Ja, ik denk dat dit laatste een zeer belangrijk punt is. Hè, want ik denk dat we misschien toch ook moeten blijven stilstaan, maar jullie zullen dat al lang gedaan hebben. Maar wat bedoelen we met participatie? Wat is de definitie? Ik hoor vaak dat participatie eigenlijk misbruikt wordt op dit moment. He, want de jongeren zijn vertegenwoordigd in bepaalde gremia. Maar ik hoor van de jongeren, wij hebben eigenlijk dat is schijnparticipatie. Dus ik heb het gevoel dat we toch daarover nog eens grondig moeten discussiëren, samen met de jongeren, van wat is dat, participatie? En dan denk ik, wat u zegt, een basishouding, ja. Maar dat is dan weer zo'n containerbegrip. Laat ons maar eens stilstaan bij die definitie. Maar dus voor de mensen die niet expert zijn. Ik ben het daarmee eens. Ik vind participatie ook eigenlijk een beetje een rot woord, moet ik zeggen. Omdat het zo'n moeilijk woord is. Het is zo'n woord waar je zoveel kan onderbrengen en ook zo weinig. En ik heb, zolang ik het project deed ook, heb ik heel veel, samen met mijn collega Sam Werten, met wie ik het samen deed, hebben wij heel vaak zitten denken, wat zou een beter woord zijn daarvoor? Gewoon een gemakkelijker woord. Hè? Maar het is niet zo gemakkelijk eigenlijk. Hè? Want je denkt dan aan samenwerken of zo. Sarah, als je vraagt naar een... Ik denk dat we moeten onderbreken, want de koningin is in aantocht. Dus dat we moeten de plek vrijmaken. Voilà, bij deze. Excuses en toch dankjewel.